Dan spreek je af. Ja. En dan denk je bij jezelf, yo, jij bent niet diegene die ik op die foto's heb gezien. Oh ja. Ik vind het leuk om te daten. Ja, altijd. I mean, als het goed gaat. Jawel. Ja, dat heb ik nooit echt gedaan eigenlijk. Ja. 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 Tuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet meer zo goed hoe daten gaat. Nee. Waar vind je mensen om mee te daten? Voor een relatie op Tinder en voor de lolletjes op Grindr, in mijn geval. Hey, ik vind Badoo heel leuk. It's the digital fucking age, oké? Okay? Okay, okay. Je hoeft niet eens de deur uit. Je kan gewoon een beetje gewoon kijken. Mensen bestellen. Het is gewoon net alsof je eten bestelt, een beetje. Waar heb ik zin in? Ga je kijken wat je kan vinden als je er zin in hebt. Wat voor dude wil ik vanavond laten komen hier? Ik denk gewoon, als je snelle dates zoekt, dan vind je het wel gauw op Instagram of Badoo, Tinder, dat soort media platformen. Social fans, uitgaan, maar dat kan nu weer. Dat kan dus weer. Wat is jouw gênantste date ervaring? Dat ik die deur in het gezicht liet knallen. Did you still hit it though? Nee. Nee, dat is helemaal niks geworden. Jammer. Heel jammer. Nou, ik heb wel een keer, dat weet ik nog wel, ik met iemand had afgesproken. En die had tegen mij gezegd dat hij geen vriendin meer had. Mm-hmm. Dat bleek niet waar te zijn. Oh. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat ik een date heb gepland met iemand. Ja. En dan spreek je af. Ja. En dan denk je bij jezelf, yo, jij bent niet diegene die ik op die foto's heb gezien. Oh ja. Dat de beugel uit mijn BH schoot. Zie je? Maar hoe dan? Ja, ja. Met die beugel BH's, dan slijt het. En dat kon gewoon, die had zo'n doekje aan en dat kwam gewoon naar... zo eruit tijdens het date van het gesprek. Nou, weet je niet? Nee? Nee, dat kan niet. Je moet sowieso een raar verhaal hebben of zo. Nee, ik heb geen gênante date gehad. Dat is wel fijn, eigenlijk. En ja, die van jou dan? Ja, een tijdje terug toen had ik een date met iemand. Dat was via Tinder. Ik had toen afgesproken bij hem thuis om wat te gaan drinken. En ik was daar misschien net een kwartier binnen. Hij werd ineens misselijk. En toen is hij naar de wc gerend en daar is hij echt, ik denk, 20 minuten blijven zitten of zo. En hij heeft echt 6 keer doorgespoeld en ik weet nog steeds niet wat aan de hand was. Heb je seks op een eerste date? Ja, waarom niet? Als het leuk is, gezellig en die klik is er. En je weet dat je het toch gaat doen. Daarom. Ja, kan het ook op een eerste date, toch? Soms, maar niet vaak. Als het potentieel is, sowieso niet. Dan is de spanning weg en dan is de relatie ook weg, automatisch. Als ik weet dat ik echt iets met diegene wil en ik voel meteen die attraction, zou ik dat niet zo snel doen, want je wilt het toch wel een beetje spannend houden met elkaar. Nou, ik zou dus zeggen nee, maar heb ik laatst wel gehad. Dus daar hebben we verbroken, dus blijkbaar wel. Als het heel gezellig is. Nou, hoeveel dates ga je verder dan zoenen? Nou, dat zou al direct kunnen zijn. Echt? Verder als zoenen, maar dat wil niet zeggen seks, hè? Ja. Als daar een goede klik is, dan ga ik wel weer verder. Maar seks, dat duurt wel eventjes. Ja. Ja, het moet gewoon klikken. Ja, als je allebei wel aantrekkingskracht al op de eerste date voelt, dan doe je het op de eerste date. Wat was je geilste date? Moet er makkelijker zijn, toch? Nee, dat is niet makkelijk, want het zijn er heel veel. We've created a monster. Als de date, gast. Ja, ik denk die in het Sarah-pashokje. Dat vond ik wel heel kinky, in ieder geval. Wat was er zo kinky aan? Nou, wat is dan de kinky ervan? Als er dan weer zo'n zagrijnige medewerker aankomt die je vraagt of alles goed gaat, dan kan je wel heel blij zeggen, ja, het gaat heel goed. Ik denk de geilste was toen ik alleen op vakantie was. In IJsland. Toen ben ik met een hele leuke jongen wat gaan drinken en achteraf ook meegaan naar huis. En dat was wel heel, heel geil. En heel leuk, dus. Oh, mijn weekend. Dat was al mijn geilste date. Dat ging meteen heel heftig aan toe. Ja, ik kan daar wel wat meer over vertellen. Ik wist dat hij zou komen. Eén keer was ik met een
een dude had ik afgesproken buiten mijn Airbnb. En toen hadden we een soort van geflikflooid in zijn auto om 10:00 a.m. Maar het was zo'n auto dat je zeg maar, als je erin zat, kon je naar buiten kijken uit de ramen. Maar mensen konden er niet in kijken. Het was zeg maar getint. En er liepen gewoon heel veel mensen langs, maar ze zagen ons niet, maar wij hun wel. Nou, vorige keer dat ik het deed, was een verjaardag van die meid. Die had me natuurlijk uitgenodigd uit Zwolle. Ik ging helemaal naar Zwolle. Seks gehad. Best wel. Gewoon een hele avond. Ook wel gewoon met vastbinden en al dat soort dingen. Het ging gewoon gelijk al in mijn straatje. Eigenlijk ja, was het gewoon 10 out of 10. Heel leuk. Liever een date of een one night stand? Een date. Ja, toch? Ja. Oké. Ik ken me alvast, but you know how Mrs. Posh I can be. Ja. Ja. But I never knew you were like from a young age, like hotel here, the Dutch, champagne. Yeah, caviar, come on. Een date? Ja, same. Ja. Ik ook. Ik ben niet zo van de one night stands. Ik heb liever gewoon een vaste partner. Niet per se een relatie. Nou ja, dat je tenminste weet wat je fijn vindt van elkaar. Ja, het is per persoon verschillend toch? Ik bedoel, er zijn bepaalde dames, sommige dames die... Ja, die hebben dat gewoon in zich toch? Mm-hmm. Dat je naar ze kijkt en dat je bij jezelf denkt van, je zag ik even helemaal doormidden. En bij de ander heb je zoiets van, ik zou wel naar jouw prachtige lach willen kijken terwijl we een drankje doen. Ik zou wel het fijne van jou willen weten. Ja, ja, ja. Dus, ja. Zo. That's the difference. Ja, okay. Nou, dan mogen jullie in 20 seconden zoveel mogelijk standjes opnoemen. Oké. Okay. 3, 2, 1. Cowgirl, reverse doggy. Cowgirl, pile driver. The Amazon. Shoulder stand. Face sitting. 69. Handstand. Missionary. Missionary met je fucking voeten op zijn schouders. Ik heb ontzettend veel zin om te spuiten. En als jij dit allemaal hebt geslikt, dan laat het merken. Met een like en een fucking subscription, please. Thank you.